Jongens, welkom in het bos bij het Solse Gat. We gaan het even verkennen. Ik loop hier regelrecht naar beneden. Dit is dus het Solse Gat, zeg maar. Van helemaal daar tot helemaal aan het einde, zeg maar. We gaan eens eventjes kijken. Op de een of andere manier, tenminste dat staat op internet, ik weet niet of het een mythe is of zoiets dergelijks, moet je de fundamenten van het ding wat hier gestaan heeft nog kunnen zien. Misschien bij laag water. Want wij zien zo niks. Kijk maar. Dan is dat wel een heel erg opvallend plekje daar. Maar we kunnen geen fundamenten detecteren in het Solse Gat. Dus dat is wel jammer. Heel vaag. Je ziet het, hoe schuin het omhoog loopt. Maar nogmaals, we zien geen fundamenten. Dan zouden we even daar kunnen gaan staan en de camera die kant heen kunnen richten. Maar ik denk toch dat we niet zien. Ik weet het niet. Als hier helemaal geen water meer in zit, ik weet niet of dit altijd zo blijft staan, dan gaan we nog een keer kijken. Want op internet staat duidelijk dat de fundamenten zichtbaar kunnen zijn. Kunnen zijn, jawel. Aha, wacht. Nu krijg ik zelf het sterke vermoeden dat hier iets gestaan heeft. Daar dus. En dan heb je daar een soort van kleine verhoging. En daar is dat ding dus blijkbaar helemaal weggezakt. Dat klooster of wat het dan nog geweest is. Hele vage plek, jongens. Ik kan me haast niet voorstellen. Oké, het valt wel op dat hier van die dingen zijn. Het loopt regelrecht omhoog. Het ligt rond Halloween, weet je. Wow, ook dat nog. Heel vaag, jongens. Oké, daar heb je een bankje staan. Dan kun je ongeveer een indruk maken hoe groot het Solse Gat is. Dat is altijd wel een leuke vergelijking. Oké, hier gaat het opeens heel erg veranderen. Kijk dit. Ja, oké. Dan gaan we er even op inzoomen. Het is gewoon gras. Gras met water eromheen. In de kern van het Solse Gat, kijk eens. Oké, jongens. Wauw! Als je hem vanaf hier bekijkt, dan is het extreem groot. Kijk dan, dat hele eind. Maar we zien geen fundamenten. Wat we ook proberen. Dat is al heel vaag. Schitteringen van bomen zien we wel. En dan loopt het daar omhoog en dan gaat het waarschijnlijk daarachter weer verder. Jongens, we staan bij het Solse Gat. Een hele vage plek dit. Kijk dan, en als je hier bij die bank staat en je zou zeggen dat hier het Solse Gat is, dan stelt het eigenlijk niets voor, want daar is het. Vaag, hè jongens, met die struiken ervoor. Jongens, de herfst is echt begonnen, want er liggen allemaal bladeren op. Oké, jongens, wat gaan we nu doen? We kunnen hier alle kanten het bos in. Heel vaag, jongens.
Kijk, en dan loop je hier gewoon. En als ik dit met de camera die kant heen draai, daar dus, dan zie je het weer. Heel sneaky op de een of andere manier. Ik weet niet wat ik ervan zeggen moet. Kijk dan. Het Zoolse gat, jongens. Nou, daar is het. En hier is gewoon het normale bos weer. Dus ik weet niet, het is een hele vage plek, jongens. Als je die mystiek op het internet allemaal gaat lezen, weet je, van het Zoolse gat. Dan ga je echt denken van, hier gewoon komt, het is gewoon een normaal bos, weet je. Maar daar is dus het Zoolse gat, weet je. Oh jee. We willen denk ik niet alle dingetjes erover weten, maar we gaan het toch opzoeken, weet je. Omdat we nu hier zijn, weet je. Even eroverheen praten. Oh. Heel vaag, jongens. Nou, ik ga de video weer beëindigen. Even wat boterkoeken eten. En dan gaan we weer verder lopen.